Welkom bij ons kanaal. Vandaag gaan wij Antilliaanse Chinese satésaus maken. Vergeet niet om je hieronder te abonneren op ons kanaal en een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer, want dan raak je ook niet het recept kwijt en dan kun je het altijd weer na gaan kijken. Wat heb je nodig voor de satésaus? Ik heb hier 500 ml water. Ik heb een kopje olie. Ik denk dat dit ongeveer 50 ml is. Ik gebruik altijd wel gebruikte olie. Doen Chinezen ook. Doen wij ook. Een bakje nodig met een mixer. Ik gebruik ongeveer 1 theelepeltje curry. We gaan gebruiken ketchup. 2 bouillonblokjes. Kippenbouillonblokjes. Natuurlijk ga ik ook weer een klein schepje van Fora erin doen. Doen we bijna bij alle recepten. De anijspoeder. Maar je kan ook de sterretjes gebruiken. Oh ja, deze gebruiken we ook. Dit is de allesbinder. Hiermee maken we de saus een klein beetje dikker. Hoe ik dat allemaal ga doen, ga ik jullie nu laten zien. Want we gaan nu de keuken in. We hebben nu een pannetje op het vuur. Dat gaan we nu uitdoen. En doen we het water erin. Laat het even koken. Nu het water kookt, gaan we de olie erbij in doen. De volgende stap is de bouillonblokjes erbij doen. Dan gaan we een theelepeltje curry erin doen. Niet te veel. Gaan we weer even blijven roeren. Doen we de anijs erin. Zo. Dan doen we de ketchup er doorheen. Ongeveer 5 lepels. 2, 3, 4, 5. Nou, die heeft al een mooi kleurtje gekregen. Laat hem weer even koken. Dan gaan we nog even een klein beetje van voorraad erin doen. En dan gaan we hem zo eerst even proeven. Even proeven. Hij is zout genoeg. De volgende stap doe ik een beetje allesbinder in een kommetje. Eerst even zo. En wat nu belangrijk is, is dat je het met koud water gaat mengen. En niet met warm water. Een klein beetje water. Dan gaan we even kijken hoe dat, of dat zo lukt. Een klein beetje poeder. Oké, dan gaan we dit er even in doen om hem wat dikker te maken. Doe hem even weer wat hoog. Nou, dit doe je beetje bij beetje, doe je dat er even door. En dan zul je zien dat hij steeds dikker wordt. Ik vind hem goed zo. Hij is niet te dun, niet te dik. Dus wat we nu gaan doen, is we gaan hem lekker even proeven. De patatjes zijn klaar. De saus ook. Die gaan we nu erop gieten. Oeh, het ziet er heerlijk uit. Dan gaan we even proeven. Het is wel heel heet. Kom je ook proeven? Lekker!